Ja. PSV onder 19 speelt dinsdagmiddag de bekerfinale tegen de leeftijdsgenoten van Ajax. Maandag trainde de ploeg van coach Geert Brusselers voor het laatst in aanloop naar die wedstrijd. Zijn jullie een beetje klaar ervoor? Ja, we hebben een goede reeks wedstrijden achter ons. We zijn fit. Mm-hmm. We hebben er zin in, dus voor zover we klaar kunnen zijn, denken we dat we klaar kunnen zijn. Is dat, hoe bijzonder is dat, zo'n bekerfinale? Ja, die zul je niet ieder jaar spelen. Dus kijk, iedere prijs die je kunt pakken, die is bijzonder, vind ik. Mm-hmm. Uiteraard hadden we liever een kampioenschap gehad. Of een Youth League. Mm-hmm. Maar de beker is ook een mooie en grote prijs wat ons betreft. Dus ja, die zullen we als grote prijs ervaren als we die mochten winnen. Heb jij een speciale tactiek nog of die je in die wedstrijd gaat toepassen? Waar je nu alles over gaat vertellen, zodat Ajax precies weet waar ze aan toe zijn morgen. Nou, we spelen voor de vierde keer nu tegen Ajax. Mm. We kennen elkaar door en door. Dus er zal tactisch hoogstwaarschijnlijk niet heel veel verrassends uitkomen. Niet van Ajax naar ons en niet van ons naar Ajax. Na dit seizoen neemt Mark van Bommel het elftal over van Brusselers, die de opleiding coach betaald voetbal gaat volgen. Na de bekerfinale van dinsdag zit Brusselers zondag voor het laatst op de bank bij PSV onder 19. Uit bij Feyenoord. Hoe kijk jij zelf terug op dit seizoen? Ja, eigenlijk met een gemixt gevoel. Enerzijds vind ik dat we kansen hebben laten liggen. De Youth League met penalties uitgeschakeld worden door Benfica is zuur. Daar had veel meer in gezeten, zeker gezien het feit dat Benfica de finale speelt. Het kampioenschap hebben we laten liggen. Ik vind dat wij een kampioensploeg zijn. Ik vind dat wij niet minder zijn dan Ajax. Dus als Ajax dan kampioen wordt, dan vind ik dat we daarin tekort zijn geschoten. Maar goed, als we kijken wat we wel allemaal gepresteerd hebben, dan is dat ook heel goed. Internationale toernooien, de Otter Cup, de Peronen Cup, de Youth League, ook groepswinnaar, de bekerfinale, het tweede van Nederland. Uiteindelijk is er best wel wat gepresteerd. Alleen, ik zeg al, het staat ook een beetje in de schaduw van hetgene wat we wel hadden kunnen bereiken. Met wat voor gevoel laat jij dit team, draag je het team over? Ik bedoel, je legt de lat toch best hoog voor je opvolger. Er zit gewoon heel veel talent hier. En ieder jaar vind ik dat PSV inmiddels in staat is om voor de prijzen mee te strijden. Daarvoor is er te veel kwaliteit, hebben we te veel mogelijkheden. Mm. Nou, dat gaat volgend jaar met Mark hetzelfde zijn. Die gaat dat ook zo inzetten. En die wil ook het hoogste. Dat is niet alleen de standaard van PSV, maar ook van Mark van Bommel. En dat was ook de standaard van mij. De bekerfinale wordt dinsdagmiddag gespeeld vanaf 4 uur op Sportpark De Toekomst van Ajax.